Kijk, dat doe je de dip mee. Ooit. Ik demo de stilstaande gaan. Zoe 10 is ook echt puikenprestatie. Puik. Hij was er ook echt helemaal flabbergasted van. Puikenprestatie. Hou je schijt, jij je bek, jongen. Wie de fuck gebruikt het woord puik? Wie de fuck gebruikt dat woord niet? Puikenprestatie, dat is gewoon echt zo'n kakker. Oh, gewoon een puikenprestatie. Ik wist dat dit eraan zat te komen. Ga met je dure woorden gewoon terug naar fucking Blaricum. Fake. Nee. Zeker wel. Yes, sir. Oh my god. Wat een stuitje in. Anne meteen, pure paniek. Ja. Ik ga niet gescoord worden. Zie je? Ja. Anne paas hem naar de tegenstander. Ja, ik kan ook Marco zijn, die was nu helemaal weer zo triggered geraakt. Je doet alsof jij dat niet bent. Ja, dat is ik geleden. Nee, maar het werkt weg, maar het al niet. Zou ik hem beuken en niet voor de bal gaan? Ik probeer hem te beuken hier. Ik ook. Dus kom op, Rohan. Fucking hell. Dat is zo slecht. Oh, mijn hele mond is... Oh, dat doet pijn. Nee, alle! Nou, waarom leg je hem neer voor me? Ik weet nog toen ik een keer met opzet shit speelde. Toen was het ook helemaal... Als we het zo gaan doen, dan wil ik ook niet meer. Oh, maar. Die is niet meer leuk. Oh. Rohan, ik heb geen boost. Zet je Rohan. Wat de Rohan! Rohan is echt slecht. Waar ging je hier voor de bal? Of niet voor de bal, voor de man? Ja, weer een potje ik, er aan verloren. Naar mij. Dus jullie zijn echt goed in Rocket League. Nou, man, de playing field is zoveel beter geworden. Terwijl je gewoon eerst serieus speelt elke keer. Jeet. Nou, let's go. We gaan scoren, jongens. Ja! Leeg doel, leeg! Mis! Ah, dat was ik hou hoog. Dat was... Nee. Wat een kut-tart! Uh-oh. Wat een schijt-tart! Ik hou hem hoog en je ziet gewoon weer naar het plafond. Dat deed je gewoon weer met opzet, zo slecht volgens mij. Boom, ja, ik boom. Ga hem beuken. Ik verwacht hem ook. Goh man, jij smeerlap. Fuck shit, man. Maar ik dacht dat er een keeper was. Wat? Je rijdt gewoon weg. Je doet niet eens wat. For real? Like, for real, dude. Jongens. Het is een agressieve vorm. Jongens, ik ben zo sleep deprived. Mijn opa had ook prostaat. Had? Ja, hij is dood. Is niet grappig. Nee, het is echt niet grappig. Yeet! Nou, wat gaan ze doen? Hoog. Ik heb het niet. Rohan! Ik krijg geen punt. Ik weet niet beter wat we hebben. Beuk hem. Oh. Je had hem niet. Wel goed geprobeerd. Hij bek, jong. Ik krijg een bal. In mij. Zij was je laatste ook toen ik. toen ik zei: wie heeft mijn koekjes opgegeven? Ik weet dan weer niet over welke woorden. In mij. Wie heeft mijn koekjes opgegeven? In mij. Hold on. Ah. Kom op, bro. Jij bent echt gewoon niet goed vandaag. Maar echt. Maar je moet het even serieus nemen. Ik meen het echt. Oh nee, waar de fuck ben jij, Rohan? Rohan, what the fuck deed jij? Het was gewoon te poepen. Ja. Takkie kakkie. Takkie. Wat doe jij? Kom op, jongen. Rohan. En dan vervolgens zeggen waarom Marco jou niet meer mag. Jij bent echt slecht. Heb jij überhaupt ooit een... Rohan speelt gewoon met mouse en keyboard. Heb jij überhaupt gewoon een Rohan goal gescoord vandaag? Gewoon een goede goal? Het enige wat jij doet is... Heb ik überhaupt een goal gescoord? Dat is zo'n goal. Met Rohan spelen is zo'n kleine speling.
Johan gaat voor beuk als het gewoon nadelig is voor ons. Zoals altijd. Johan, jij fucking imbecile. Johan, waar de fuck ben jij? Ook gewoon daarna. Je moet even een mededeling gooien in de WhatsApp groep. Ik speel niet met Johan. Als jij maar Mar wil verliezen. Het enige wat hij doet is shit opblazen en eigenlijk goal scoren. En hij is totaal niet grappig vandaag. Ik weet niet wat het met jou is gewoon, maar serieus. Ja, Sander hier gewoon af. Jij bent nu al echt 3 keer dit potje naar boost gegaan. En daardoor echt, de... Jij verdient de bal niet meer. Oh, jij... Fuck off, Rowan! Je beukt, je ging niet in voor de bal daar. Ik wou hem omhoog doen. Rowan met een steady 38 punten. Cool, best. Dit is gewoon letterlijk een 4v2. Ik weet niet waarom jij steeds vooraan staat. Jij scoort gewoon niet. Kom ik. Oké. Oh, laat hem. Oh, lekker al. Lekker uit oegehaald. Let's go. Goed gedaan. Met Rowan sta je eigenlijk gewoon 1-0 achter direct. Dit doet mij gewoon weer compleet denken aan die keer dat Marco zei van volgens mij wil Rowan niet winnen. Volgens mij doet me denken aan die ene keer dat Anne zei Rowan! Ik ga een YouTube video en dan kan je zien hoe slecht Rowan eigenlijk is. Dat leuke was ook nog, dit was ook niet... dit was ook gewoon oprecht voor ongeluk. Ja, naar mijn punten man, ik ben de enige die wil winnen hier. Samen met jou dan. Ja, ik ben de enige die wil winnen, samen met iedereen op het veld, behalve Rowan. Ja, nou. Daar heb je het wel goed... Daar heb je het wel goed verwoord, ja. Ik denk ook... Ze zullen ook echt denken dat we smurfen zijn, want ik ben... Als smurfen! Alsof we smurfen zijn. Wij hebben gewoon mini. Wij zitten gewoon met een babysitje en alles. Ik kom zo random uit. Oh. Als we deze verliezen ben ik champion 2. Oh, jij bent ben zo fucking slecht. En ik ben elk potje en MVP. Sander. Wat is dit? Kijk, ik kan niet onder de bal doorgaan, man. Dit is echt verschrikkelijk irritant. Ik ben tegen de paal getorpen, dit. Dit is verschrikkelijk irritant. Had ik dit? Nee. Tuurlijk niet. Ah, je bek, jong. Met je 68 punten. Oh, nee. Oh, ik glij een beetje... glijdt een beetje weg. Je zat gewoon rondjes te draaien in het doel de hele tijd. Ik zou het erg op prijs stellen als je gewoon een keer kan scoren. Dat moet steeds van Sander en mijn kant komen. Echt de hele tijd. Let's go, jullie eerste puntjes. Ik wist dat er iets zou komen. Wauw, hij wordt niet gefaked. Wauw. Ik krijg niet een keer Ah, fucking! Ik krijg hem niet een goal tegen. Oh, we wisten niet hoe snel hij zijn mond moest opentrekken. Met Jinx stiek het heel erg dat ik echt alleen maar verdedig telepotje. Ja, en dan de cruciale save is het niet. Waar stiek hem dan gewoon? Dat was echt de slechtste keuze ooit na mijn conga lessen. Ah, dit is gewoon direct de goal. Ja, ik sprong. Ik sprong. ik had er zin om een zin af te maken. Ik niet sprong. Te verantwoorden. Ik heb 5 saves, kerel. Jongeman. Waarvan je eentje niet eens reed. Hij cheat er gewoon weg. Stop je gezicht even in mij. Hij lacht ook gewoon in de tweede woord! Verstond je geen reet? Hij zei iets met gezicht en in mijn reet. Ja, dat is letterlijk wat ik zei. Wordt allemaal geneukt. Oh, ik heb geen frames! Oh. Oh.
put your hands on my... Oh! Ja, ik weet niet wat jij doet. Shit, die mensen! En... Ze hebben een filter. Stop het paas even naar mij toe. Uh-oh, en Ron neukt mij. Nah. Roan! Dat was juist goed. Je peukt mij hier. Waarom zou... Ja! Pap, is hem serieus? Ja, als je zo ver naar voren rijdt, kom op. Je kijkt gewoon slecht tegen als je het gewoon niet serieus gaat nemen. Gewoon een klein beetje. Ik weet niet of dit sales. Oh, ik heb Sander. Ja, ik heb Sander. Sander. Nee, ik word gepakt. Ik heb geen fucking boost. Dat zag er zo prachtig uit. Oh. Nee, Rowan, score nog niet. We doen niet serieus. We spelen niet serieus, Rowan. Stop met scoren. Oh, wow. What the fuck? Oh, what the fuck doen jullie? Eén enkel breken. Ging jij supersonisch? Oh. Nee. Hey? Hey? Nee. Ik vond het heel gek dat ik daar niet wat opgeblazen. Ja, ik ging supersonisch. Wel. Nee. Net zei je nog nee. Nu zeg je weer niet. Jij zei ging je supersonisch. Ik zeg nee. Oh. Dit is raar, deze plek. Ik wil net zeggen, als je nu gokt, dan heb je al gewonnen, denk ik. Ik denk dat ik dit helemaal fout heb, maar... In één ding doe ik het hier. Wat?! Oh, yeah. Wat?! Gratis, broer. Leeg doel. Oh. Nee, ja, het is je boy Roman, moet je maken. Ja, hou je bek aan, hè. Ja, dat was hier gewoon over goal, maar je hebt weer last. Jij maakt het lastig voor jezelf. Nee. Go on. Wat doe ik hier fout? Wat? Ja, het is wat anders zegt, dit potje. Nou, kijk straks maar de replay. Daar kon hij niks aan doen, hè. Iemand, wat doe je? Ik dacht, jij hebt hem gewoon, want anders... Schiet ik, jij kan hem gewoon recht door het midden heen schieten. Jij boost hem zelfs nog een beetje. Je gaat hem nog een beetje. Zo ja, waarom stop je? Als jij gewoon de betere bal hebt. Waarom zeg je niet laat of wat dan ook? Je rijdt er zelf naartoe en dan laat je hem onder je of over je heen rollen. En dan volgens zeg je, Anne, waarom ging jij niet voor? Anne klinkt nu als Sander op een boze dag. Ja, op mijn echte. Ja, dat jullie echt ook een gewoon. Het is als jullie met opzet zo irritant. Ja, dat doe jij ook altijd. Deze had je op zich wel. Simon, jij moet echt je bek houden. Jij hebt echt zo'n groot